gewoon foto's, reclamefoto's, je weet wel. Verdomme, wat voor reclamefoto's? Oké, naakt. Ah, wat heb ik die geur gemist. Ach, joh. Idorop, wat go, ben ik blij go, je te zien. Doe van breed, Yves. Kunnen baas Joe en ik bij u logeren? Natuurlijk mag jij met baas Joe bij me komen. Wanneer kan ik jullie verwachten dan? Ja, Dennis. Wanneer kan tante Paul jullie verwachten? Dat zouden we graag willen weten. Niet waar, mensen? Ik wil alleen dat je weet waar je mee bezig bent. Dat weet ik heel goed. Mooi visje. Hé, maar luister. We moeten niets tegen die anderen zeggen. Als jij respect hebt voor hun leven, zullen ze dat ook hebben voor jou. Ik kan ze niet meer begrijpen. Ik begrijp ze niet meer, Sintje. Echt waar. Komen jullie ook op het doopfeestje? Echt, tuurlijk. Ja? Dankjewel. Nou, welkom in huis Rampersland. Nou, dankjewel. Met wie is ze? Shit. Kom op, geliefd. Nee, jij kom op. Alsjeblieft. Zo. Nou. Nou, ik zit hem nog even in. Zit hem. Asha. Heb je een antwoord voor me? Ik hou nog steeds van Dennis. Ja, al gaat het waardeloos. Ik wil even duidelijk zijn. Ik wil met je trouwen. En kinderen met je maken. Asha, je hebt recht op wat je verlangt. Ik weet helemaal niet meer wat ik verlang. Vind je het mooi? Niet hebben. Alsjeblieft. Rally?
Meneer Rampersad. Nee, ik ben net thuis. Nee hoor, nee. Ik denk dat ze er zo aankomt. Nee, helemaal niet. Nee. Goed. Ja hoor. Tot ziens, meneer Rampersad. Zou je mijn kamer willen opruimen? Jouw kamer. Sorry. Ik wist niet dat je hier woonde. Ik zie je hier nooit. Jij doet ook zo je best om mij uit je buurt te houden. Nou, zoals je ziet, het werkt. Hoezo hou ik jou uit de buurt? Maakt je echt geen bal uit, hè? Ja. Als jij alleen maar met jezelf bezig bent, waarom zou ik dat dan niet doen? Hè? Ik heb nou in ieder geval ontdekt dat het ook anders kan. Ach, Jezus. Het is dat Persisch tapijt. Ja, toch? Dat Persisch tapijt. Wat voorspelbaar. Zo'n begrijpende vaderfiguur, die heel wat geld in je pompt en ook nog voor nageslacht wil zorgen. Heb je de crèche al geregeld? Zijn jullie al prenataal geweest? Is de verzorging al geregeld? Goedemorgen, Gieter. Kijk, alsjeblieft. Even tekenen, voor een foto. Goed, keurig, dankjewel. Kijk eens een kopietje. Ja. Doe het tot ziens, hè? Ja. Graag. Tot ziens. Hey, tot ziens, hè? Dag. Dennis, Gita, kom even. Luister jongens, tijdens de opening heb ik jou als de nieuwe directeur van Domburg voorgesteld. Tot gisteren had ik nog de overtuiging dat jij de zaak moest overnemen. Dat had ik met mama al jaren geleden besproken. En zo zou het gaan. U gaat toch niet verkopen, hè, pa? Nee, maak je daarover geen zorgen. Dat ben ik helemaal niet van plan. Ik wil heel graag de zaak in de familie behouden. Maar degene die hem overneemt, zal de beste moeten zijn. Ik heb besloten nog 5 jaar de zaak zelf te behouden. Zelf de leiding te geven. En in die 5 jaar zal ik zien wie de beste is. En dat kan jij zijn, Dennis. Maar het kan ook jij zijn, Gita. Het kan ook iemand van buiten de familie zijn.
In ieder geval iemand met de juiste kwaliteiten en juiste inzet. En jullie zijn net zo vrij als ik om een andere keuze te maken. Dennis. Ik heb u, verdomme, mijn leven lang gesteund en geholpen met deze toko. De HAO moest ik doen om de zaak groot te kunnen maken. Dat heb ik gedaan. Ik moest trouwen met de vrouw uit de keurige familie die met me de zaak zou kunnen draaien. Dat heb ik gedaan. Ik had tuinarchitect kunnen worden, weet u. Dat heb ik niet gedaan. Ik ben gebleven voor u, mama, voor de kinderen. En nu? Ben ik 37. Dan komt u. Verdomme hiermee aanzetten. Dat het niet belangrijk is geweest. Dat u net zo goed een ander had kunnen nemen. Godverdomme! Ik wil hebben dat u goed erover nadenkt. He? En zelf beslist om te blijven of niet. En op een gegeven moment kijk ik zo, er komt de auto aan. Ik denk van, ik ken die auto, maar ik ken die man die erin zit. Michiel. Dus midden in dat gesprek hou ik op en ik steek mijn hand omhoog. Terwijl dat hele terras zit te kijken van, wie is die man in die kar? En hij groet me terug, want hij ontdekt me net op het goede moment. En geeft iedereen ook nog wat, hè? Nou, je hebt zin vandaag, man. Ik dacht dat jij netjes getrouwd was. Ja. Thank you.
Heeft die vette gewoon wat te drinken, lul? En? Ben je er weer? Koningin. Bijna verloren. Voor S. Rampenzat. Alsjeblieft. Ja. Mag hier tekenen? Ja, alsjeblieft. Bedankt. Hey, dag. Weer daar. Beste Kies en Petronella, met welke namen willen jullie dat jullie kind genoemd wordt, nu en in het eeuwig leven? Simon. Santos.
Simon Santos. Mogen deze namen voorgoed geschreven staan in het boek des levens, in de palm van Gods hand. Amen. Amen. Heer, wij danken u voor dit mensenkind dat geboren is in ons midden en dat gij ons hebt toevertrouwd. Gij hebt het oren gegeven om te horen en ogen om te zien. Zegen ook de mond van dit kindje, dat het mag leren lachen en de taal mag spreken van de mensen. Zegen de handjes en de voetjes en mogen het aan de lijve ervaren dat alles goed is wat gij hebt gemaakt. Simon Santos, ik doop je. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Surinaams hapje? Doe maar een Surinaams. Lekker, hè? Surinaams hapje? Heerlijk, hè? Ja, dank je. Ja, ik ben nog wel niet aan de beurt, maar... Heer Velen, Gita Tovenaar. Heer Velen. Surinaams hapje, meneer. Nou, dit komt uit je Surinaamse snackbar. Snackbar? Uit mijn restaurant bedoelt u? Kom eens een keertje met je vrouw langs om te eten. Bij deze ben je dan uitgenodigd. Ik denk niet dat dat allemaal besteed is. Ik ben zo'n ouderwetse eter. Echt ouderwetse? Ik eet het liefst eet ik aardappelen, groenten en een goed stuk vlees. Dat heb ik het liefst. Zo. Ik vraag me altijd af zo'n exotisch eethuisje. Brengt dit nog iets op? Dat is zeker net. Kom langs en dan kan je zelf zien. Mij maar een broodje kaas. Maar dat is ook niet slecht. Je moet naar bed. Ik ook. Ik wil een beetje rusten. Ik ben moe. Zijn jullie moe? Ja, ik ben moe. Waarom gaan jullie dan niet lekker even liggen? Hey, kom op. Gingen we met z'n allen naar plantage Domburg, aan de Suriname rivier, waar wij een kostgrondje hadden. En daar verboden we heel wat, zoals cassave, banaan, njams, sweet potato en ook citrusvruchten. Sinaasappels bijvoorbeeld. Corsou alanya. In Nederland noemen ze corsou alanya mandarijn. Hé, hier is de Bikba. Slaap lekker, Dennis. Want opa wil ook rusten. Domborgo, ai Domborgo. Mi Domborgo. May miss you.
Nou, zo krijg ik jullie er nooit op. Het moet veel dichter bij elkaar. Nou, schrijf maar een stukje in. Nou, dat is lekker. Dennis, kom er nou ook even bij, jongen. Sla je arm eromheen. Een beetje lachen, hè, duifjes. Anders doe je maar eens op. Kijk, jullie zien er tenminste gelukkig uit. Hè? Hou vast, hè. Ik zei er ook bij. En wat gaan we zeggen zometeen? Kaas of rotti? Kies! Hé! Hey. Waar is de knapste man van het gezelschap? Ronald. Ronald. Ik haal hem wel. Ronald. Goed, we maken er alvast een. Ja? Kaas of rotti? Pajo? Pajo? Ronald. Kom. Laat opa maar slapen. Pajo. Ik had eerder met hem naar Suriname moeten gaan. Ik heb te lang gewacht. Hij was mijn vader. Was jou. En nog een troost. Het lachen gemaakt. Wat ik ook deed. Hij hield van me. Suriname te brengen. Je had hem toch niet meer kunnen redden. Hey,
kan ook niet naar Londen gaan. Je hoeft voor mij niet te blijven. Even sigaretten halen. Ik vind het ook heel erg. Dat is ook een beetje mijn opa. Hij was mijn vader. Wie heb ik nu nog? Alsjeblieft. Cynthia, je moet vandaag naar je eigen huis gaan. Ik moet het voortaan alleen maar doen. Moesje, waarom komt u niet naar het verzorgingstehuis? Dan bent u niet alleen. Dan zien we elkaar elke dag. Alleen als de vogels mee mogen. U haat die vogels. Maar ik hou van hem. En hij zal geen rust hebben voor hij het weet dat ze in goede handen zijn. Ik zal goed voor ze zorgen. Zo erg was het ook weer niet. Het is goed, moesje. Drink maar lekker op. Hey man. Mijn praxeer is zo many. Tje. Tambo. Zal ik het je dan maar zeggen? Het is echt. Je bent zwanger. Ik stel voor dat je even een afspraak maakt bij de receptie. Voor over een week of zes. Smaakt het? Samen. Goedenavond. Dag meneer. Heeft u een tafeltje voor ons tweeën? We zitten vol. Klein uurtje. Als u daar even wacht. Ja. Dank u wel. Hij heeft van zoveel gehouden, maar hiervoor kon je hem wakker krijgen. Hai, Baya, geef me dat kleed. Wordt de nek eens op de tafel. Hai.
vlekjes. Mm-hmm. Dan mijn pot is zo goed hier. Ik vijf ben Quinty. Die spoon. Ai. Dan weet je, ja. Ja, dat weet je. Alles aan de nekjes. Ja, ik denk zo dat ik dit mooi nou zo. Hm? Dennis? Eet lekker, Basje. Abo ze toch? Abo, laten we maar gaan. Ja. Mm. Luister. Op deze soep is het mij getrouwd. Daarom is hij zo lekker toch? Ja, we waren al een tijdje goed op elkaar. Ja? Toen nam ik hem een keertje mee naar huis. Spannend, joh. Mijn vriendin, die gaf hem van die soep. Ach, die Elisa, meisje. Zoals zij die soep kan maken, kan niemand dat. Die vroeg hij aan Elisa. Kan zij ook zo goed die soep koken? En ze zei, beter! Als je de problemen stelt. Dat twee maal toe vroeg hij het. Met nadruk op zij, kan zij die soep ook zo goed koken? En toen zei ze, beter. En weet je wat die toen zei? Nou. Mensen kregen kriebels. Dan trouw ik met haar. Hi, Basjo. Hi, Miguel. Om de soep. Om een tempelsoep. Om een tempelsoep. Ja, ja, ja. Ai, Basjo. Maar die man nam me mee om vliegtuigen te kijken. Ik was een jaar of vijf, denk ik. Hij liet me die vliegtuigen zien en dan zei hij, en ik mocht niets tegen Moesje of mama zeggen. Hè? Maar dan liet hij me die vliegtuigen zien en dan zei hij, alle jongens, die dromen ervan om piloot te worden. Maar dan kunnen ze altijd wegvliegen als het ze niet meer zint. Hè? Maar geen enkele jongen droomt ervan dat zijn vader piloot is, want hij vliegt altijd weg. Gelukkig ben ik een domme buschauffeur, Dennis. Ik rij altijd op tijd en op een vaste route. En bij elke halte stop ik. Dus onthoud dat goed. En als je me nodig hebt, ga bij een halte staan en ik stop. Typisch Bas Joe. Hey. Ja, dat was een shot. Hey, wat grappig hoor. Maar bij Chapatou. Weten jullie dat een vogel van hem, die hij uit Suriname had meegenomen, omdat hij daar zoveel prijzen won, hier nooit een noot gezongen heeft? Wat hij ook probeerde, die vogel zong niet. Toen heeft hij hem aan het strand losgelaten, zodat hij weer naar Suriname kon vliegen. Echt waar? Echt waar, waar gebeurt? Ja, ja, ik had zo met die man te doen. Wat was die man boos toen die vogel de zee instortte?
Wat is er? Ik moet je iets vertellen. Ik ben zwanger. Van hem? Hè? Alsjeblieft. Pak je spullen. Ga. Ga voordat ik je iets doe. Het is jouw kind. Je hebt de afgelopen tijd toch alleen maar bij hem in bed gelegen? Ik kan echt wel rekenen, hoor. En trouwens, wat maakt het uit van wie het is? Het is van mij. En ik zit ermee, niet jullie. Wat bedoel je? Wat ga je doen? Ik ga naar mijn zusje toe. Je moet nadenken. Maar je kunt me er niet buiten houden. Ach, Dennis. Denk je nou echt dat je alleen maar eisen kunt stellen? Het is mijn kind, toch? Ik weet helemaal niet of ik dit kind wel wil. Ik weet ook helemaal niet of ik jou nog wel wil. Ik wil gewoon even een tijdje niets met je te maken hebben. En ook niet met Kari. Dankjewel. Dankjewel. Graag. Hoi. Je vogels maken het goed. Moesje wil ze niet meer kwijt. Weet je dat? Kort vader. Het kind is er nog niet eens. Ik ben het nu al kwijt. Wat moet ik doen, Basjo? Maar hoe heeft u het toch gedaan? Iedereen hield van u, terwijl u toch altijd uw eigen gang ging. Basjo. Ik ga naar Suriname. Ik zal het graf van uw ouders bezoeken.
Nee. Maakt u zich geen zorgen. Ik zal voor u gaan. Ik moet je wat laten zien. Ja, ik heb hem ooit gemaakt voor iemand die vocht om niet schakmat te komen staan. Haar eigen leven wilde leiden. Ik weet niet of zij haar koningin heeft kunnen redden. Ik weet wel dat het jou gelukt is. Voor jou. Hey, dank, dank je. Hij is mooi. Een beetje groter, Dennis. Hey, ik zal er goed voor zorgen. Morgen. Morgen. Gaat het heen? Schiphol. Instappen om 10 uur, gate E5. Een hele prettige reis. Dank je. Alsjeblieft. Goedemorgen. Alsjeblieft. Dank u wel. Passagiers voor vlucht SL387. Zo spoedig mogelijk naar gate E5. Wordt verzocht zich zo spoedig mogelijk te melden bij gate E5.